Ik ben Huub Koumans, ik ben 82 jaar en sinds 1975 doe ik aan paragliding. En sinds 1995 heb ik mijn eigen school Falcon Air. Huub Koumans, een begrip in de paraglidingwereld. En wat wil je als je zo lang lesgeeft? Je zou kunnen zeggen, met 82 jaar kan je ook naar de bingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar Huub staat het liefst op een berg. Vliegen, paragliding, dat is wat hem drijft. Trek die eens een beetje aan dat hij hier zit. Anders krijg je op het moment dat hij erin knalt, krijg je even een rare tik aan die kant. Trek hem iets op. Zo ja. Er is een mooi briesje, ik ga schuiven. Denk aan de remmen. Hè. Duwen, duwen, duwen. Ietsje links. Links trekken. Lopen, 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 lopen. Ietsje langer blijven lopen. De benen onder je houden totdat je van de helling af bent. Rustig uitwiebelen. Oké, Huub voor jou. De rode effect is onderweg met Egbert eronder. Over. We spreken Huub in Cilian, Oostenrijk tijdens een regenachtige dag. Huub vliegt al jaren. Ik ben gaan paragliden van 1976. En in 1995 heb ik mijn eigen school Falcon Air opgericht. Dus je hebt er heel wat meters op zitten? Ik zit tegen de 9000 vluchten aan wat dat betreft. Dat bergvliegen is uitgevonden door Franse parachutisten. Daar hadden wij contact mee met de wedstrijden en die vertelden op een gegeven moment, ja, we vliegen ook met onze chutes van een berg af. Maar dat waren gewoon de parachutes waar je mee uit een vliegtuig springt. Maar waar wij begonnen zijn, dat was een berg van 1200 meter hoogte. Dat was in Mieuzy in Frankrijk. Ja, en in 4 minuten stond je beneden. Dus wat toen ook gezegd werd, het was eigenlijk gecontroleerd vallen. De computers hebben wat dat betreft ook hun best gedaan. En het zijn mooie vleugels geworden. En ja, je hebt tegenwoordig vleugels voor beginnende vliegers, maar je hebt ook voor competitiepiloten. Toen was het gecontroleerd vallen langs de helling af en nu vlieg je naar beneden het dal in. Dat is een wereld van verschil. Ieder voorjaar en najaar bezoekt Huub met zijn school Oostenrijk. Cilian is waar ze vliegen. Deze verborgen parel is een prachtig vlieggebied met mooie vergezichten. Het kleine dorp is opvallend rustig, de startplekken zijn prachtig. Vriendelijke mensen, geschikt voor beginners en voldoende uitdaging voor ervaren piloten. Maar ja, het weer moet wel een beetje meezitten deze ochtend. De piloten bestuderen alvast het landingsterrein. Wordt er wel gevlogen vandaag? Huub is in aantocht. Hij neemt de beslissing. Goedemorgen, schone luid. Goedemorgen. Dat ziet er niet best uit voor vandaag. Oké, goedemorgen allemaal. Jullie zien allemaal de sliert hier langs de berg hangen. En dat betekent dat de plekjes om te vliegen, dat die maar vrij klein zijn vandaag. We gaan kijken of we de Petersberg kunnen meepikken in plaats van de Stalpen. Gaan we van de Petersberg af, dan kunnen we tenminste een vlucht meepikken. Dat is beter als wachten op de Stalpen en dan helemaal niks. Zin in? Ja, ik heb er veel zin in, want het is toch kijken wat er kan en dan kijken of we toch leerlingen nog een vluchtje kunnen laten maken. Dat is het belangrijkste, vind ik, op dit moment. Twee Huubs, één boven en één beneden. Maar welke van de twee Huubs staat boven? Dat is vast te prikken, ik sta boven. Ja? Dat is al 100 jaar zo. Oké, en waarom? Ik kom hier in Cilian al vanaf 87. Ik ken deze plek als mijn broekzak en je hebt hier vooral te maken met het weer. En dat ken ik vrij aardig hier. Dus boven neem ik de beslissing of iemand kan vertrekken of dat hij het scherm in de zak moet laten zitten en weer terug met het busje naar beneden. De Sint-Petersberg is slechts 250 meter hoog. Deze heeft vrij zicht, dus er kan gevlogen worden. Gelukkig maar.
wind lijkt een beetje te dwaggelen. Dus we moeten even een kans afwachten. Ja, doe. Hij is wel hartstikke dwars, hè. Oh, nou pikken. En voorwaarts. Links corrigeren. Huub, voor jou beneden daar, Egbert is onderweg met een rode effect. Egbert, rode effect, ik zie hem. Deed hij nou niet goed? Het draaien ging niet helemaal goed. Hij heeft nog de neiging als hij draait van achter naar voren toe, dat hij te veel stil staat en dan gaat de druk uit het scherm. Je moet proberen met een achterwaartse start ook die beweging naar achter te blijven maken. Dan trek je aan het scherm en de vleugel blijft gevuld. De tweede Huub begeleidt de piloten verder tijdens de vlucht en de landing. Nog meer doordraaien richting politiebureau. Nog iets meer, naar rechts. Terug naar de weg, terug naar de weg. Nick staat inmiddels klaar voor zijn eerste bergvlucht. Zal ik roepen wanneer je moet vertrekken? Ja, dan ga ik achter het scherm staan en hou er rekening mee, is niet al te pittig. Dat betekent dat je wat moet blijven lopen, ja. Nou, Nick, die daar links, die is ver genoeg weg. Ik zou zeggen, pik dit mee. Hobbelen. Oké, Nick, net de start. Huub voor jou beneden daar. Nick is onderweg met de blauwe Artax. Je beest, kom naar het midden van het veld. Ja, waar let je vooral op het moment dat jij die starten begeleidt? Het scherm goed gevuld boven de kop krijgen. Oké, Erwin, hobbelen. En dat gebeurt gelijk binnen een fractie van een seconde staat. En dat moet even goed gebeuren, want ga je roepen op die piloot, ja, dan ben je al te laat, want dan heeft het scherm al voor zijn neus liggen. En ondanks de bewolkte dag wordt iedereen vlotjes weggestart. Nou, niet meer wachten. We maken even een sprongetje naar Nederland. We zijn in Amerika Horst, vlakbij Venlo. Hier geeft Huub les aan de lier. Liervliegen kent veel gelijkenissen met bergvliegen. Schermcontrole, sturen, landen, het komt allemaal overeen. En dit is Egbert. Hij is net gestart met zijn opleiding en dit is zijn 10e liervlucht. We zeggen nog wel eens ooit dat je alle kanten op kan landen. Vandaag is dit niet het geval. Het kan zijn dat je met wind stil landt, maar het kan ook zijn dat je een flinke wind krijgt nog. Matthias, blauwe kabel, staat Egbert met de Thesis. Je kan hem aanspannen en opstarten. Start, start. Duwen, 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 duwen. Naar rechts toe, naar rechts. Corrigeren. Oké, nou heb je hem. En hou dit maar vast richting Lier. De rest is voor jou. Egbert koppelt los op 250 meter. Hij is een opleiding voor zijn B2 paragliding brevet, welke wordt uitgegeven door de KNVVL. Vandaag ligt de focus op het uitvoeren van een correcte landing. Kijken wat de windzak doet. Natjes. Over landen gesproken. Huub Kalmans is daar heel goed in. Het is mooi weer, maar normaal genomen is dat geen vliegweer. Ieder jaar doet hij mee met wedstrijden en vandaag wil hij ons een demonstratie geven hoe je een doellanding correct uitvoert. Een elektronische mat houdt op de centimeter nauwkeurig bij hoe dicht je bij de stip landt. En vandaag is de lucht erg onstabiel, dus niet geschikt om te doellanden. Toch probeert hij het voor ons. Nou, hoeveel er vanaf? 2 meter? 3 meter? 2 meter. Oh. Ja. Huub is 22 keer Nederlands kampioen doellanding geworden. Oh, daar zitten nog een paar andere dingen bij. Ja, maar toch. 12 keer Vlaams kampioen. Ah. 4 keer Europees kampioen. Ah. En 2 bronzen medailles op de WK.
een precisievlieger die gebruikt zijn scherm ook de volle 10, 12 jaar, omdat hij elke nuk van dat scherm kent. Want je bent met millimetertjes bezig om jouw hak op dat stipje te krijgen. Terwijl een afstandvlieger, ja, die wil het nieuwste van het nieuwste. En bij elk zuchtje wil die 10 meter omhoog. Wat moet je nou heel goed kunnen beheersen als je Nederlands kampioen wil worden? Beter zijn als de rest. Er breekt een nieuwe dag aan in Sillian, Oostenrijk. En de weergoden lijken bijzonder gunstig gestemd vandaag. Morgen allemaal. Lekker geslapen? Ook dat nog. En we gaan kijken wat we er vandaag weer van kunnen maken. Huub en Huub bestuderen de hemel. En we zien blije gezichten. Er wordt gevlogen vandaag. Nou, hoe heet het? Nick die gaat boven de spits afbijten voor de eerste keer van de Stalpen af. En daar komt boven nog een briefing waar je op moet letten. Eerste keer 500 meter. Dus we gaan het meemaken. Wel goed geslapen? Goed geslapen, ja. Ja, zoals ik zeg, nu zijn de zenuwen nog niet, maar dadelijk als ze boven zijn misschien. Maar dat is dan voor dan. Succes. Dankjewel. Nick, zoals het er nu uitziet is je afbouwcircuit op een andere plek. En de landing, ja, gewoon andersom, maar van die kant uit. Dit wordt Nick zijn dag. Voor het eerst van de 500 meter. De bus in en hop naar boven. Het avontuur kan beginnen. Goedemorgen, slachtoffers. Jullie zijn voor de eerste keer hier op de Stalpen. Gisteren hebben jullie de 250 meter vluchtjes gehad. Vandaag gaan we dat verdubbelen en wordt het 500 meter. En houd er rekening mee, als ik moet naroepen remmen, dan kan het al te laat zijn. Dus als je voelt dat hij te ver komt, ietsje remmen. Nou, hoe heet het? Als je je start goed doet, ja, dan ben je een paar stappen weg. Maar zeker op die Stalpen, die 500 meter helling, als daar iets fout gaat in de start, hij is zo steil dat een start afbreken heel moeilijk is. Je komt bijna niet stil, uitgerold. Dat is het moeilijke daarvan. Daar wordt ook behoorlijk voor gewaarschuwd. En onze tweede Huub, Huub Kuipers, maakt altijd de eerste vlucht. Hij doet de controle van het luchtruim. Is het echt veilig voor de beginners? Huub, wat is jouw rol? Mijn rol is als eerste te vliegen om te kijken hoe de condities zijn. Om dan te beslissen of de leerlingen wel of niet kunnen vliegen. En vandaag ziet het er goed uit, dus het wordt een fijne vliegdag voor allemaal. Gelukkig ziet het er allemaal goed uit, de lucht is stabiel en er kan lekker gevlogen worden. En lopen. Lopen, lopen, lopen. Handen omhoog. Rustig, even rustig laten uitwiebelen. Huub, voor jou daar beneden. Erwin is onderweg met zijn oranje Nova. Over. Nu is de beurt aan de cursisten. Eerst mogen de ervaren piloten uitvliegen. Oké, draai maar afbouwhoogte. Iedereen maakt meerdere vluchten per dag. En zo kan er veel ervaring opgedaan worden. Even blijven draaien. Goed je hoogte afbouwen. En flare. Mooie landing.
Nick, wil je alvast je scherm uitleggen hier ernaast? Want jij bent de laatste van het stel. Ik heb wel geleerd de goede beslissing te nemen. Ik start wel of ik start niet. Als de wolken gek beginnen te doen of de zon begint gek te doen en ik zeg jongens, we gaan kappen ermee, dan is het einde verhaal. Maar in de bergen, als jij daar alleen op een startplekje staat, ja, dan mag je die beslissing zelf nemen. En neem je een foute beslissing. Het is een sport, je moet wel weten waar je mee bezig bent. En Nick maakt zich klaar voor zijn eerste vlucht van de 500 meter. Nou Nick, het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren, het moet wel hè. Hoe voel je? Nu wel een beetje zenuwachtig. Toch wel. Bandjes van Jelle. Maar het is in de start, als je iemand in de lucht bent, dan goed, denk ik wel. Die eerste meters, daar gaat het om. Nou, ik zal je nog even checken. Kan je mij horen? 1, 2, 3, 4. Oké. Nick, jij bent zo te zien helemaal klaar. Ik bepaal het moment voor jou. Als ik zeg starten, is het ook gelijk wegwezen. Denk aan het remmen. Als ik het naam moet roepen, ben ik waarschijnlijk al te laat. Je hangt er zo onder. Komt goed. Jij bent er klaar voor, dan ga ik schuiven. Nick, als je wil, wegwezen. Erwin, je hebt de hoogte genoeg. Oké. Okay. Klein beetje links, 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 links. Oké, netjes. Even rustig, hè, want je komt nu in de hoofddalwind. Huub voor jou beneden, Nick is onderweg met de blauwe Artax. Over. Huub, wat maakt die sport nou zo mooi? Ja, dit soort dingen. Iemand die voor de eerste keer hier weggaat met een hele hoop boem boem. En dadelijk als hij geland is, dan een grote grijns op zijn bak is van wauw, ik heb het gedaan. En dat is leuk, vind ik. Oké, bouw nog maar wat hoogte af. Je pace. Kom naar het midden van het veld. Oké, je downwind. Flair, vol vasthouden. Oké, goed gedaan. Hoe was die? Ja, die ging niet goed. Vlug ging wel goed trouwens. Is echt heel vet. Als je hier 500 meter in de lucht zit en je kan hier alle kanten op kijken. Gewoon het einde van de dal. Dat is echt gewoon een gevoel van vrijheid om het zo maar te zeggen. Huub is inmiddels 82 jaar en geeft dus nog steeds les. Hoe lang houdt hij dat nog vol? Als je 82 bent, dan komt er op een gegeven moment een dag dat je je laatste vlucht maakt. Maar wanneer, dan wacht ik gewoon af, dat zie ik wel. Verloopt het nog niet? Nee, en zeker met zijn zootje Mafkezen naar Oostenrijk gaan, dat is nog altijd mooi.